Oké, dus een aantal tips om de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde-Olympiade heelhuids te overleven. Laat ons dan een keer bekijken. Wat is het idee? Dus een eerste onderdeel, Pythagoras, Pythagoras en nog eens Pythagoras. Dit voorbeeldje van een paar jaar geleden gaat over een spin die een cilindervormige paal naar boven kruipt. Die paal is 110 centimeter hoog, de omtrek van het grondvlak is 60 en hij draait 10 keer rond. En hij volgt daarbij de kortste weg. Nou, zoals in de figuur. Dus hij gaat op die manier naar boven, kun je je wel voorstellen, hè? De vraag is welke afstand legt hij af? Ja. Topantwoord bij dit soort dingen. Ik heb ook een beetje de statistieken bekeken rond dit soort vragen. De meeste mensen redeneren als volgt. Die zeggen van, ah, maar die spin die gaat 10 keer rond. Ja. En tegelijkertijd gaat ze 110 centimeter omhoog. Dus eigenlijk gaat ze 10 keer rond, 10 keer 60, en 110 omhoog. Dus dat komt op 710 centimeter. Dus antwoord E. Ja. Werd blijkbaar heel vaak als antwoord ingediend. Dank je daarvan. Is fout. Ja, dat is inderdaad fout. Nu, de vraag is natuurlijk, wat is het dan juist? Maar er is een truc om te zien hoe je dat kunt interpreteren. En die truc is eigenlijk zeer eenvoudig, maar je moet er een beetje op komen. Maar het is vaak zo. Als ik denk aan een cilinder, en ik denk bijvoorbeeld aan oppervlakte en omtrek, dan hebben jullie altijd geleerd, je moet die cilinder opensnijden. Ja, hè, als je de omtrek van een cilinder, of tenminste de manteloppervlakte van een cilinder wilt berekenen, of je wilt de inhoud van een cilinder berekenen, dan ga je dat doen door hem open te snijden. En door daar even rond te redeneren. Wel, zo kwam ik hier ook op. Ik zei van, snijd dat een keer open. Hoe ziet dat eruit? Als je dat opensnijdt. Want dat heeft een heel raar patroon. Ja, om te beginnen is dat een rechthoek, uiteraard. Ja. Het is een rechthoek met afmetingen, hè, 110, 60. En als ik dat opensnijd en ik leg dat gewoon zo open, dan kan ik één zo'n piste van die spin gaan bekijken. Eén zo'n omtrek die hij maakt, want hij maakt er 10, hè, 10 van die rondjes. Eén zo'n rondje is dan gewoon een rechte lijn. Ja. En uiteraard, het volgende rondje is weer zo'n recht lijntje, even lang. Maar ja, je moet die dingen aan elkaar plakken, snap je? Dus het begint eigenlijk weer links op je tekening. En zo gaat dat verder. Zo krijg je dit. Dus stel maar, ik heb 10 van die lijntjes. Stel het u voor, plak dat toe in uw gedachten, en dan heb je exact wat er op die tekening staat. Snap je dat? En nu zijn we er. Want nu staan daar opeens gigantisch veel rechthoekige driehoeken. Ja, en dan komt Pythagoras om de hoek kijken natuurlijk. Ja, dus 60 centimeter, 110, 10 rondjes. Dus dat betekent uiteraard 11 centimeter. Dus dat betekent dat je één zo'n wegje kan berekenen. En één zo'n wegje kan je berekenen met Pythagoras. 60 in het kwadraat plus 11 in het kwadraat, daaruit de wortel, 10 keer. Dan heb je 610. Ja, het berekenen van die vierkantswortel is even werk. Ik geef dat toe. Dat is 3721, hè, dus dat valt nu nog mee. Trouwens, een beetje logisch nadenken. Hè, het moet ergens in de buurt van 61 liggen. Hè. Kan niet al 60, 61. Hè. Net omwille van die 60 en die 11, uiteraard. Dus vandaar kom je op die manier tot maar liefst ja, een meter korter dan die 710 die werd vooropgesteld. Snap je dit? Is mooi, hè? Moet je een beetje opkomen. Dus, hè, vaak een truc bij ruimtelijke figuren, plak dat even open. Hè, en kijk even van, ja, probeer het naar de plattegrond te zien, van hoe ziet dat eruit. En dan kan dat soms helpen. Dus vond ik wel een leuke oefening om te laten zien. Het is ook duidelijk dat Pythagoras hier een beetje verborgen wordt toegepast. Hè, dat je een beetje moet inzien van, ah, ik moet het op die manier doen. Is dat duidelijk? Werkwijze, hoe dat je dat doet? Ja, hè? Dus een fijne vondst, zou ik het noemen. Onthoud het, Pythagoras. Nu, Pythagoras komt overal voor, hè. Kijk, dat is er eentje van, even kijken, de editie 2021, dat is van vorig jaar. Herinner u ze nog? Ja, hè. Laatste vraag van vorig jaar. De laatste vraag van vorig jaar. Dus blijkbaar een moeilijker, hè. Ja. Maar ook hier is dat gewoon, dat is eigenlijk gewoon Pythagoras. Kijk, als je een klein beetje, je moet gewoon een beetje tekenen. Meer niet. Kijk, wat heb ik hier gedaan? Eerst en vooral, dus ik ga van links naar rechts. Hè. Ik wil weten wat de lengte is van die rechthoek. Merk op dat je de eerste afmeting ken je, de breedte van de rechthoek ken je. Ja, hoeveel is ze? Ik zeg ik hier die gekend zijn, maar hoeveel is ze, de breedte van de rechthoek? Wie
Wie weet dat? Hoeveel is de breedte van de rechthoek? Lees de vraag goed. Ja, hè? Ah ja, want de breedte van de rechthoek is eigenlijk de diameter van de cirkel C1. En de diameter van C1 is 2 keer 9. Dat is 18. Dus je moet alleen de lengte berekenen. Dus je moet van links naar rechts gaan. Hoe doe ik dat? Wel, ik ga eerst van hier naar het middelpunt. Dus met andere woorden, ik ga gewoon die straal berekenen. Ik ga dat een klein beetje verplaatsen. Ik ga dat daar zetten. Dat is even groot. En dan moet je goed kijken. Hup, ik ga dan een driehoek tekenen. Waarom doe ik dat? Wel, omdat ik natuurlijk wil weten hoe groot dat dit stuk is. Maar ik weet hoeveel dit is. Ik weet dat de afstand tussen C2 en C3 gewoon de som is van de stralen van C2 en C3. En ik weet dat de afstand die hier ligt, dat dat eigenlijk gewoon die 18 is, min de straal van C3, min de straal van C2. Dus met andere woorden, ik weet, als ik nog zo'n driehoek toevoeg, kan ik die redenering verder zetten. Ik ga van dit middelpunt naar dit middelpunt, op dezelfde manier. En tot slot heb ik nog de straal over, die zich daar bevindt. Dus eigenlijk, wat doe ik? Ik overbrug de afstand van links naar rechts met lijntjes en driehoeken. En rechthoekige driehoeken. En de rest is kinderspel, hè. Dan heb je het, hè. Getalletjes bijzetten. Die eerste is 6, want dat is cirkel C3. Dan is dit 8, want het is 18 min de straal van C3, dus min 6, dus min 12. Dus 18 min 6 is 12. En 12 min 4, want het is de straal van C2 die eraf moet. En de straal van C2 is 4, 12 min 4 is 8. Dus deze afstand is 8. De afstand tussen C2 en C3 is de som van de stralen. Dus is 10. Dus dat betekent, je kan via Pythagoras deze afstand berekenen en deze is 6. Zie je? En zo ga je verder. Ja, deze afstand is 13, som van de stralen. De afstand hier is ook niet moeilijk uiteraard, want dat is gewoon die 18 gedeeld door 2. Want je hebt maar een halve straal nodig, 9, min de straal van C2. En de straal van C2 die was 4, dus 9 min 4 is 5. Voilà. En 13, 5, opnieuw stelling van Pythagoras toepassen. Deze afstand blijkt 12 te zijn. En tot slot moet ik nog de straal van de grootste cirkel toevoegen. 9, alles bij elkaar optellen en ik heb het. Snap je? Het is weer hetzelfde. Hè? Het is Pythagoras, maar ja, je ziet op de tekening geen enkele rechthoekige driehoek. Allee, je moet ze zelf gaan tekenen. En dat zijn de moeilijke vragen, vind ik. Hè? Dat is waar. Hè? Het is ook de reden waarom we hier vraag 30 hebben. Hè? Allee, moeilijk. Ik vind ze nu niet zo moeilijk, maar... Het is echt een kwestie van goed te zoeken. Merk ook op trouwens dat je die moeilijke straal van die laatste cirkel niet nodig hebt. Hè. Die 27 x 5 met 2 keer wortel 6. Daar zijn ze dus ook gespecialiseerd in. Ze geven graag te veel informatie. Hè. Je hebt dat niet nodig. Het blijkt gewoon 33 te zijn het antwoord. Dat is mooi, hè? Ja. Soms is het duidelijker, vind ik. Dit is er eentje opnieuw van een paar jaar geleden. Probeer ik jezelf. Oh ja, ik krijg daar een paar minuutjes voor. De kubussen in een constructie hebben we 1. Waaraan is de afstand van P tot Q gelijk? Dus het is een ruimtelijke tekening. Hè? Don't forget, hè? Dat is duidelijk. Hè? En de vraag is, wat is de afstand tussen P en Q? En ik beweer dat je dat met Pythagoras snel kunt oplossen. Misschien vraag je opnieuw af, aan waar liggen die driehoeken dan? Ja, dus die moet je zelf een keer tekenen. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Kijk, dat is er één. Hè. Dus, en die is wel degelijk rechthoekig. Hè. Dus daar zit die rechthoek. Ja. Dus de afstand PQ, dat is de rechte lijn tussen P en Q. Maar je gaat dat doen via de omweg. Hè. Je gaat een rechthoekige driehoek maken. Ja. Van P even hoog. Zie je dat? Naar dat punt dat zich daar bevindt. Ja, daar, het is moeilijk te zeggen. Hè? Het punt waar de rechte hoek zit in de driehoek. En dan nog 2 omhoog. Hè?
Dus we weten al, die opstaande zijde daar, die is 2. Hè? Dus dat weet ik al. Er zijn al een paar voorstellen. 3 wortel 5, dat is niet juist. En Robben zegt A, en dat is wel juist. Ja, dus we gaan even kijken. Hè? Dus eigenlijk heb je deze driehoek. Maar dan moet je, wat moet je nog doen? Die opstaande zijde ken je, die is 2. Dat is geen probleem. Maar we weten nog niet hoeveel dat deze zijde is. Maar daar kun je nog een driehoek voor tekenen. Namelijk deze driehoek. Die is ook rechthoekig. Namelijk daar. Dus dat is ook weer... Ja, je moet die driehoeken dan tekenen. Ja, dat zijn ruimtelijke driehoeken. Ja, die zijn vervormd. Uiteraard. Maar ze zijn wel rechthoeken, hè, in de realiteit. Dus, ja, het is Pythagoras, maar het is, ja, je moet het een beetje zien. Hè. Dat is een rechthoekige driehoek. En nu heb ik alle afstanden. Hè. Want ik weet dat ja, die ene rechthoekzijde die is gekend. Je moet 100 blokjes tellen. Hè. 6 blokjes, daar 3. Dus dat betekent, ik kan die schuine zijde berekenen. Dat is wortel 45. Die opstaande zijde is 2. Dus ik heb ook de wortel uit 49. Ik heb 7. En het is gebeurd. Snap je? Dus gewoon 3 voorbeeldjes die tonen Pythagoras is zekerheid morgen. Ja, het zou mij enorm verwonderen, moest daar nu geen enkele vraag in zitten, maar dan naar Pythagoras kunt toepassen. Meerdere keren zelfs, hè, ga je dat kunnen doen. Mag je zeker van zijn. Minstens 2 keer ga je de stelling kunnen toepassen. Maar ze zit soms wat verborgen. Ja, soms is het obvious, ja, echt met een rechthoek en een driehoek, dat je niet naast kunt kijken. Die opgave is ook overgeslagen, omdat die evident zijn. Maar soms is het ook een beetje zoeken, van hoe teken ik nu die driehoek? Dat was het eerste onderdeel. Duidelijk? Zo'n touwen, hè? Pythagoras, handig. Tweede onderdeel, oppervlakte. Er zit altijd heel veel in met oppervlakte. En zoek het bij oppervlakte niet te ver. Ik beweer basisformules. Het zijn geen moeilijke formules die je moet kennen om je oppervlakteberekening te doen. Het is heel vaak gewoon een driehoek. Basis maal hoogte regel 2. Congruentie. Congruentie, dat weet je, dat zijn driehoeken die exact gelijk zijn aan elkaar. En die dus ook dezelfde oppervlakte hebben. Ja, en probeer dat de congruente driehoeken te herkennen. En gelijkvormigheid. Dat zijn natuurlijk driehoeken die een schaalvergroting zijn van elkaar. En dat geldt dus ook voor de oppervlakte. Ja, dus dat heeft natuurlijk een verband ook met de oppervlakte. Die zaken, als je die zaken kan herkennen, dan sta je al heel ver. Dit is er eentje van, even zien, 2 jaar geleden. Ja, 2 jaar geleden. Hele mooie. Ik vond dat een hele mooie. Ja. Dus wat hebben we? Het was weer een vraag 30, hè? Dus ik neem er echt wel ook de moeilijkste uit. Hè? Geef toe. Dus wat hebben we? Ja, een gigantisch veel gegevens. 5 lijnstukken verdelen de rechthoek in 11 delen. De vraag is, wat is de oppervlakte van de gearceerde deel? Wel, je kunt dat heel slim aanpakken. Ja, ik beweer dat dat 2 keer niet is, maar je moet het een beetje zien. Nu moet je goed volgen. Dat is een rechthoek. Een rechthoek, ja, ik ga even alle delen die ik niet ken, geef ik een naam. Ja, zo. Ik vind dat makkelijk. Ik weet niet of ik ze allemaal ga nodig hebben, hè? Maar ik doe dat gewoon. Dat is iets dat ik vaak doe. Zo van, ik zoek iets, en ik kom, ik ga een naam mee. Dan kan ik een beetje rekenen. Nu, verder, het is een rechthoek. Dus een rechthoek heeft een bepaalde lengte en een bepaalde breedte. Oké, die onbekend zijn, by the way. Hè? Ik ken die niet. Ja. Maar nu moet ik je goed kijken. Breedte maal lengte is de volledige rechthoek. Dat is juist. Breedte maal lengte gedeeld door 2 is dus eigenlijk meteen de helft van de rechthoek. Uiteraard. Nu, de helft van de rechthoek, maar ook, zoals dat je ziet, breedte maal lengte gedeeld door 2 in dit voorbeeld. Ook de oppervlakte van een driehoek, hè? Basis maal hoogte gedeeld door 2, want die breedte en die lengte staan loodrecht op elkaar. Juist. Dus eigenlijk staat hier de formule voor de oppervlakte van een driehoek. Nu, toevallig staat die tekening vol met driehoeken. Dus kunnen we daar iets mee doen, hè, mensen? Moet ik je goed kijken. Ik kijk bijvoorbeeld naar deze driehoek. De driehoek die gemaakt is door x, y, 22 en t. Samen, hè. Dus x, y, 22 en t. De basis van die driehoek, dat is b. De hoogte van die driehoek, dat is L. Dus B maal L gedeeld door 2 is eigenlijk X plus Y plus 22 plus T. Juist, hè? En wat moet ik daar nu van kennen? Ik moet X kennen, hè? Dat is de vraag. Nu, dan heb ik eigenlijk zo van links naar rechts op die tekening gekeken. Dus ik heb de driehoek genomen die eigenlijk van links naar rechts door die tekening loopt. Maar vergeet niet, er zijn ook nog driehoeken die van onder naar boven door de tekening lopen of van boven naar onder. Dus wat kan ik ook doen? En hier moet je een beetje opkomen natuurlijk. Ik kan ook zeggen, ik heb daar ook deze driehoek, die zich hier gevormd heeft, en tegelijkertijd ook deze driehoek, die zich hier vormt. Merk op, als ik die 2 driehoeken samen bekijk, ja, dan hebben die als basis samengetaald. De basis L,
de volledige L, die basis van die twee driehoeken samen, dat is de volledige L. En de hoogte is voor elke driehoek B. Dus met andere woorden, de oppervlakte van die twee driehoeken samen, dat is ook B maal L gedeeld door 2. De basis, B, spreidt zich helemaal uit. De hoogte is voor elke driehoek identiek. Dus dat wil zeggen dat die x plus y plus t plus 22 eigenlijk ook gelijk is aan y plus 18 plus t plus 52. De som van deze driehoek en deze driehoek. Dus eigenlijk is deze driehoek die zich van links naar rechts bevindt, x, y, 22, t, even groot als de som van deze twee driehoeken, die 3y, 15 en die 12, t, 40. En ik ben er. Waarom ben ik er? Wie legt uit? Waarom ben ik er? I en t vallen weg. Tok, 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 tok. En x is 48. Maar daar moet je op komen. Dat geef ik toe. Even nadenken. Even kijken. Van hoe liggen die driehoeken? En dat is echt een kunst. Hè? Beseffen ook dat deze driehoeken, ja, die b maal l gedeeld door 2, dat je die op verschillende manieren kunt interpreteren. Ja, dat is flexibiliteit, hè? In uw mindset. Hè? Zo, kan dat ook nog op een andere manier bekijken. Het gaat supersnel op die manieren. Vond ik wel mooi. Ja. Ça va? Dus denk eraan. Driehoeken, oppervlakte daarvan, kan je op verschillende manieren bekijken. En sta u niet blind in al die cijfertjes. Hè. Je hebt er eigenlijk niet zoveel nodig. Zo blijkt. Oké. Als er geen tekening staat, maak een tekening. Ook dat is een tip, hè, mensen. Dit soort zaken. Hè. Was al van een tijdje geleden, dus bijna 10 jaar geleden. Maar goed. Mooie vraag ook. Een driehoek ABC is rechthoekig enzovoort. Dus dan begin je te tekenen, hè. Dat is rechthoeken, voilà, A, B, C, die zijn gegeven. Ja, er is een punt P, dat ligt daarin. Dat ligt op een afstand D van AB, dat ligt op een afstand 2D van AC en dat ligt op een afstand 3D van BC. Snap je? Dus 3D, D, 2D. Dus ik heb dat even getekend. En dan is de vraag, wat is de waarde van D? En dit is, waarom vind ik dit wel mooi? Wel, ten eerste omdat je een goede tekening moet maken. Ja. Ten tweede omdat je goed moet beseffen, afstand wordt loodrecht gemeten op de zijde. Afstand, punt naar een zijde. Dat is loodrecht op die zijde. Dat weten jullie, hè? Ja. Dus vandaar, al die hoeken die hier gemaakt worden, dus naar AB, naar AC, naar BC, dat zijn rechte hoeken. En dan moet je een klik maken. Dan moet je denken aan oppervlakte. Want dat is de kortste methode. En dat, is natuurlijk, dat staat er natuurlijk naar in zin, hè? Dat je het moet oplossen met oppervlakte. Want dat is het makkelijkste, vind ik. Waarom is dat zo? Wel, ten eerste, je kent je afstanden 3 en 4. Dus je kent meteen de oppervlakte van die driehoek. Ja, die is gewoon 6. 3 maal 4 gedeeld door 2. Maar je kan die oppervlakte van die driehoek ook nog op een andere manier berekenen. Namelijk door gebruik te maken van die d die daar staat. Want je kan namelijk die driehoek, trouwens inderdaad de schuine zijde is 5. Pythagoras, daar gaan we weer. Je hebt hem weer nodig. Hè? En dan kan je gaan zeggen, kijk, die driehoek kan ik eigenlijk opsplitsen in 3 driehoeken. Zie je dat? Ik ben aan het tekenen, hè. Ik heb bijna nog niets gerekend. Ik ben gewoon aan het tekenen en aan het nadenken. En dan zie ik van die ene driehoek ABC is eigenlijk een som van 3 kleinere driehoeken. Maar die 3 kleinere driehoeken, die oppervlakte, die heb je meteen. Hè. Bijvoorbeeld, die kleinste is 3 maal d gedeeld door 2. De oppervlakte van driehoek ABC is 6. De oppervlakte kan je ook nog anders berekenen als 3 maal d gedeeld door 2. Dan heb je dit stukje. Maar je hebt ook nog dit stuk. Dat is 4 maal 2d gedeeld door 2. Want die basis en die hoogte die staan altijd loodrecht op elkaar, uiteraard. En tot slot heb je 5 maal 3d gedeeld door 2. Snap je? En dan zie je in, ah, ik heb mijn oppervlakte op twee manieren berekend. Ik stel die twee manieren aan elkaar gelijk. En ik vind een eenvoudige eerste graadsvergelijking op te lossen naar d. En dan vind je 6 op 13 of 12 op 26. Dus die oefening toont dan weer aan. Staat er geen tekening, maar er wordt er wel zo dingen beschreven. Maak een tekening. Zo nauwkeurig mogelijk uiteraard ook. Zorg dat ze een beetje realistisch is. En denk dan een keer na. En denk aan oppervlakte. Als je loodrechte stand ziet... Oppervlakte wordt makkelijk hè, bij driehoeken, omdat je net die loodrechte stand nodig hebt. Dat was hier ook zo in die vorige. Basis en lengte, breedte en lengte, loodrecht op elkaar. De link met oppervlakte is snel gelegd. Ja, dus twee totaal verschillende oefeningen, maar ze hebben wel twee keer te maken met oppervlakte, vind ik. En met basisformules, hè, mensen. Ik heb gewoon basis maal hoogte gedeeld door 2 gedaan. Ja, meer niet. Duidelijk?
zitten wel toffe dingen in, hoor. Geloof me. Eentje van, even zien, 2 jaar geleden ook. Ja, weer hetzelfde verhaal. Weer met oppervlakte aan de slag gaan. Dus je hebt zo'n driehoek, hè, die wordt zo wat gesneden op verschillende manieren. Maar er zit heel veel symmetrie in. Hè. Dus hè, zie je dat? Dus I is het midden van AC, X is het midden van AB. En de vraag is, waar moet je Z kiezen? Ja. Zodat de oppervlakte van die vierhoek zo groot mogelijk is. Ja. Well, mijn reactie was hiervan, laat ons dan een keer opsplitsen in twee delen. Dus ik heb daar die IX bij getekend. Nu zou je moeten kunnen zien, dat is een eigenschap, men noemt dat eigenlijk de eigenschap van de middenparallel, dat zit waarschijnlijk ver voor jullie. Maar als je dat doet, als je het midden verbindt met het midden hier, dan zijn die twee zijden, de zijde BC en de zijde XY, die zijn evenwijdig. Dat is altijd zo. Dat is de eigenschap van het midden. De middenparallel, zou je kunnen zeggen. En dan zie ik die gelijkvormigheid ontstaan. Ik had u gezegd van gelijkvormigheid is belangrijk. Maar dan zie je dat die driehoek AXY, dat is dat klein driehoekje hier, ja, dat die eigenlijk gelijkvormig is met de grote driehoek. ABC. Ja. Dat is logisch, want ja, elke zijde is gewoon de helft. Die AX is de helft van AB. Die AY is de helft van AC. Dus is ook XY de helft van BC. Door die schaalvergroting. Die gelijkvormigheid die zie je als je twee gelijke hoeken hebt. Hè. Van het moment dat je twee gelijke hoeken hebt in een driehoek, zijn die gelijkvormig. Gelijkvormigheidskenmerk hoek-hoek. Klopt, hè, want ze hebben een hoek gemeen. De hoek A hebben ze gemeen. En ja, omdat die twee zijden evenwijdig zijn, BC en XY, is deze hoek bijvoorbeeld ook dezelfde als deze hoek. Hè. De hoek die rond Y wordt gemaakt, is dezelfde als de hoek die rond C wordt gemaakt. Dus ze zijn zeker gelijkvormig. Nu, dat wil natuurlijk zeggen dat die oppervlaktes ook een schaalvergroting zijn van elkaar. Is die oppervlakte dan de helft? Nee, hè? Welke factor? Wat denk je? Hoe groot is AXY ten opzichte van de grote driehoek? Een vierde, hè? Juist, hè? Ja, omdat alle zijden de helft zijn. De oppervlakte is kwadratisch. Ja, dus is het 1 tweede maal 1 tweede. Hè? Dus vandaar dat uw oppervlakte een vierde zal zijn, hè? Ja, alles is de helft, dus uw basis is de helft, uw hoogte is de helft, basis maal hoogte gedeeld door 2, en we zijn er. Hè? Dus een vierde. Dus met andere woorden, dat stukje, die linker driehoek, is eigenlijk een vierde van de grote driehoek. Nu zijn we er nog niet, want ik moet er nog die andere driehoek bijtellen. Maar nu moet ik je goed kijken. Die andere driehoek, die heeft als basis, kan je XY nemen. Juist, hè. En de hoogte, merk op, die hoogte, die is overal gelijk. Kijk, zie je dat? Of dat je nu die hoogte neemt, loodrecht naar Z, of geschuift dat op, die twee rechten zijn toch evenwijdig. Dat maakt niet uit. Die twee rechten zijn toch evenwijdig. Ja. En die hoogte is natuurlijk ook de helft van de totale hoogte van deze driehoek. Dus met andere woorden, eigenlijk zijn die twee driehoeken gewoon even groot. Daar komt dat op neer. Je ziet dat meteen. Je kan kiezen waar je die hoogte gaat nemen. Die twee rechten zijn evenwijdig. Omwille van die schaalvergroting is die ook de helft. Anders gezegd, die twee driehoeken zijn eigenlijk congruent, enzovoort. Dus dat betekent dat die ook een vierde is. En de positie van Z, die maakt niet uit. Hè. Je mag kiezen waar je die Z kiest, dat maakt niet uit. Die driehoek gaat altijd even groot zijn. Dus we zijn er. Hè. Dat wil zeggen dat die oppervlakte in totaal de helft is. Ja, ik zei de driehoeken zijn congruent, dat klopt niet helemaal. Als je die Z bijvoorbeeld meer naar links kiest, dan zijn die driehoeken niet congruent. Maar belangrijk is wel, ze hebben wel dezelfde oppervlakte. Dat is wel belangrijk, omdat de basis XY is en de hoogte de helft is van de hoogte van de grote driehoek. Snap je? Dus eigenlijk zonder al te veel rekenwerk en gebruik maken van in dit geval gelijkvormigheid, kom je vrij snel tot het juiste resultaat hier. Ja, een lijntje bijtekenen en een keer op verschillende manieren die hoogte berekenen. Ik heb er hier nog eentje, dat is er ook eentje van 2 jaar geleden, denk ik. Nee, eigenlijk van vorig jaar, hè? Sorry. Ja, die herinner je misschien ook nog. En hier zit de congruentie in. Hè. Hier moet je gewoon lijntjes bij tekenen. Hè. Kijk, hup, hup, hup. Je kunt dat zo doen. En dan heb je eigenlijk je zeshoek opgebouwd uit allemaal driehoekjes. Die, ja, je hebt eigenlijk maar twee verschillende. Ja, hè. Je hebt, merk op, hè. Dit is trouwens een rechthoek. De diagonalen snijden elkaar midden door. Dus die twee zijn ook even lang. En je hebt een eerste driehoek, die groene. Die komt overal voor, zie je dat? Die komt overal, hè. En je hebt er nog één, namelijk dit driehoekje. Maar daar gaan we weer. Die twee driehoeken, die hebben dezelfde oppervlakte.
Want de basis is gelijk, zie je dat? Ja, diagonalen snijden elkaar midden door, dus die basis is gelijk. Maar die hoogte is ook gelijk, hè? Die hoogte, als je die hoogte tekent, van deze driehoek, die staat daar. Dat is dat blauw lijntje. Maar dat is evengoed de hoogte van dat andere driehoekje, hè? Dat klopt, hè? Dus met andere woorden, die twee driehoeken die hier staan, die twee groene driehoeken, die hebben gewoon dezelfde oppervlakte. Dus eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, hè? Je hebt eigenlijk je figuur opgesplitst in allemaal driehoeken die dezelfde oppervlakte hebben. Dus het enige dat je moet doen, is tellen hoeveel van die driehoeken zijn er. Dat zijn er 18. 18a is 60, a is 10 over 3. En dan moet je kijken hoeveel heb ik er nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb er 6 nodig. Dus heb ik 20. Dus ook dit is... Hey, en die twee oefeningen zie je, lijnen gaan bijtekenen, uw figuur opdelen in congruente deelfiguren, kijken van die oppervlakte en hoeverre verschilt die, of is die oppervlakte gelijk, dat zijn zaken die je constant moet doen. Hè. Ja, als je daar niet gaat gaan bijtekenen bij die figuren, ga je dat nooit vinden. Dat ga je dat moet oplossen, denk ik. Ja, dus op een verstandige manier lijntjes gaan bijtekenen, kan zeker helpen. Duidelijk, oppervlakte. Ja, dus denk oppervlakte, denk aan bijtekenen, denk aan driehoek, denk aan congruentie, gelijkvormigheid. Dat zijn zaken die altijd voorkomen. Ik heb er hier nog een paar zo, maar ik ga ze niet meer doen. Ik moet dat maar een keer bekijken. Bijvoorbeeld deze, hè, oppervlakte van het trapezium, maar ook hier gelijkvormigheid, mensen. De driehoek ABE, dat is bij mij een reflex. Hè. ABE is gelijkvormig met ACD. Hè. Zie je dat? ABE is gelijkvormig met ACD. Ja, die zijn allebei rechthoekig en ze hebben de hoek A gemeen. Dus de overeenkomstige zijden... Ja, die zijn de schaalvergroting van elkaar. Ja. Die zijn evenredig, zegt men, met een mooier woord. De overeenkomstige zijden zijn evenredig, maar dan kan je heel snel rekenen. Hè. Dan heb je 2 vijfde SBE op 3 en je bent vertrokken. Hè. Oefeningen over gelijkvormigheid heb je zeker ook in de tweede graad gemaakt. Hè. Probeer die gelijkvormigheid te herkennen en onthoud. Overeenkomstige zijden zijn evenredig. Dan kan je BE berekenen, 6 vijfde blijkbaar, en dan gewoon de formule toepassen voor oppervlakte trapezium, dat is het gemakkelijkste, of... De grote driehoek met de kleine, dat gaat natuurlijk ook. En dan vind je 6,3. Ja, dus hier in deze oefening, gelijkvormigheid zit daarin. Oké. Okay. Volgende, ik heb nog even. Hè. Ontbinden in priemfactoren. Ja, dat is iets dat jullie minder bekend is, maar wel verbazend interessant is. Kijk, bijvoorbeeld. Dat was een leuke, van een tijdje geleden. Schrijf het getal 20 als een som van 2 of meer natuurlijke getallen, maar dat is de grootst mogelijke waarde van het product van die getallen. Ja, je moet dat misschien een paar keer lezen, dan snap je wat er bedoeld wordt. Maar hoe begin je daaraan? Maar ik begin eigenlijk met de antwoorden te lezen. En ik zie bijvoorbeeld staan 100. Ja, hoe kom ik aan 100? Ja, natuurlijk omdat 20 10 plus 10 is. Ja, 10 plus 10 en 10 in het kwadraat is inderdaad 100. Dus dat klopt. Allee, 100 kan, snap je? Maar de vraag is, kan ik het groter krijgen? En eigenlijk zie je nu heel snel wat er gebeurt, vond ik. 10 plus 10, dat is 10 in het kwadraat 100. Maar als je nu een keer die rollen omwisselt... Dan kun je ook zeggen, in plaats van 10 plus 10, kan ik 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 keer gaan nemen. Dat is ook 20. Maar natuurlijk, het gevolg is wel dat uw product veel groter is, want uw product is 2 tot de tiende. Dat is 1024. Zie je dat? En toen begon ik te denken, als ik daar zat, dan moet je altijd, als je weet van E is nog groter, moet je altijd niet te snel aan de verleiding komen van het zal D zijn, hè. Misschien een keer kijken van, kan E ook niet? Ja, heel vaak in de Vlaamse wiskunde-olympiade zijn het extreme waarden die nog de juiste waarden zijn. Kleinste en grootste. Een keer opletten. Dat is heel vaak zo, vind ik. Dus het moment dat ik die 1024 gevonden heb, denk ik van, ja, maar die 1458 kan misschien ook. En dan denk ik aan priemgetallen. Want eigenlijk, wat heb ik nu gedaan? Ik heb alles opgedeeld in 2. Ja. En... Als je, doordat je dat doet, doordat je veel van die tweetjes creëert, is die macht groot. En wordt dat een groot getal. Nu, hoe kan je dat nog groter maken? Het volgende getalletje, priemgetal, is 3. Dus eigenlijk moet ik mij de vraag stellen, krijg ik er ook 3 in? Hoe meer 3 dat ik erin krijg, het vermenigvuldigen van veel 3 met elkaar, wordt ook zeer groot. En wordt nog sneller groot dan het vermenigvuldigen van veel tweetjes met elkaar. Is er iemand die dat ziet? Hoe kan je 20 schrijven waarbij dat je gebruik maakt van 2 en 3? Want die 3 die creëert ook een grote factor. Heeft iemand een voorstel? Hoe kan je 20 schrijven waarbij jij niet alleen gebruik maakt van 2, maar gebruik maakt van 2 en 3?
6 keer 3 plus 2. Inderdaad, Robbe. 6 keer 3 plus 2. En we zijn er, hoor. Want nu heb je erin geslaagd om het anders te schrijven. En de vraag is dat nu beter? Wel, het product is nu 3 tot de 6e maal 2. En geloof het of niet, maar 3 tot de 6e maal 2 is 1458. En eigenlijk, wat is de basis? Dat is dat je gebruik maakt van de priemfactoren. Priemfactoren, dat zijn zo de atomen van de getallen. Hè? En dat ontbinden, dat redeneren met die priemfactoren is superhandig. Ja? Hoe meer van die factoren die je maakt, hoe sneller dat product gaat toenemen. Dus wat je eigenlijk wil doen, is dat zoveel mogelijk van die priemfactoren daarin steken. Ja? En ja, zo groot mogelijke priemfactoren. Dus we zijn er. Hier is het juiste antwoord. Dat is een beetje aftoetsen. Hè? En ook kijken naar je antwoorden. Hè? Zo van, ja, 100. Allee, kom ik daaraan? Ja? En kan ik dat nu groter krijgen? Ja, tuurlijk kan ik dat groter krijgen. En dat moet je beginnen proberen. Hè? En dan zie je, ah, kijk er hier. Oké, nu kan je nog meer overtuigen van het feit dat die priemfactoren handig zijn. Er is een oude vraag, ook geen moeilijke, vraag 2. Ja? Maar toont meteen aan, voor mij is dat een heel makkelijke vraag. Ja. 2009 gedeeld door n, wanneer is dat opnieuw een natuurlijk getal? Well, wat ga ik doen? Ik ga gewoon die 2009 ontbinden in priemfactoren. Nu, ik hoop dat je nog weet dat je dat moet doen. Je hebt dat gezien in de eerste graad. En mensen, ben je dat vergeten? Nou, dan leg ik het nu nog een keer uit. 2009, begin met het kleinste priemgetal, dat is 2. Kan je dat delen door 2? Nee. Volgende priemgetal is 3. Kan je dat delen door 3? Nee, want 2 plus 9 is 11. Dus dat gaat niet. Kan je dat delen door volgende priemgetal 5? Nee, want het eindigt niet op 5 en het eindigt niet op 0. Kan ik het delen door 6? Sorry, dat is geen priemgetal. Kan ik het delen door 7? Dat kan. Allee, dat weet ik niet. Je moet dat proberen. 2009 deel door 7, dat is even rekenen. Ja, maar dat gaat lukken. 2009 deel door 7, dat blijkt 287 te zijn. Dus je moet wel even rekenen. Oké. Okay. Dan heb ik 287. Kan ik dat delen door 7? Dat zou kunnen. Ja, dus opnieuw even rekenen. Dat gaat trouwens makkelijk, hè? Want 280 is deelbaar door 7. En 7 ook, dus dat is 41. Oké. Okay. En 41 is een priemgetal. Dus we zijn er. Dus 2009 is 27 kwadraat maal 41. Juist, hè. Maar dan ben ik er, hè. Dan weet ik hoeveel van die getallen dat ik heb. Waarom? Ik kan ze allemaal opschrijven. 1, uiteraard 1, hè. Vergeet dat niet, hè. 2009 deelt door 1, dat is ook 2009, hè. Maar dan, wat zit er daar in die priemfactorenontbinding? 7 zit erin. 7 in het kwadraat zit erin. 49. 41 zit erin. Ja. 7 maal 41 zit erin, die 287, uiteraard. En uiteraard ook het getal 2009 zelf. En we zijn er, hè. Het antwoord is 6. Niet toevallig weer de grootste waardes, hè. Geloof me. Heel vaak kleinste, grootste, een keer opletten, A en E, heel vaak topantwoord in Vlaamse wiskunde-olympiade, vind ik. Ja. Maar je ziet, doordat je dat ontbindt in die factoren, in die priemfactoren, heb je al die delers. Zie je al die delers staan. En kan het perfect aankruisen. Ah, ik moet gewoon zorgen iedere keer dat ik dat kan aandelen. En gaat geen enkel vergeten. Hè? En dat komt door die ontbinding in priemfactoren. Superhandig. Ik heb er nog eens. Die ga ik nu even niet doen. Maar ook hier moet dat maar een keer lezen op uw gemak. Maar ook hier, als je die 1260 ontbindt in priemfactoren, is even rekenen. Ik geef dat toe. Maar dan vind je die ontbinding. De bedoeling is dat je daar een derde macht van maakt. En dan kijk je gewoon, hè, wat heb ik tekort? Ik heb een 2 tekort, ik heb een 3 tekort, ik heb 5 in het kwadraat tekort en ik heb 7 in het kwadraat tekort. En op die manier vind je automatisch direct dat getal. Je moet ze maar een keer op je gemak bekijken, die vraag, straks, als je dat wil. Ik toon u gewoon aan, die priemfactorenontbinding, ik doe dat vaak. Zo van grote getallen, even ontbinden, even werk. Maar dan ga je de delers zien, dan ga je veel makkelijker kunnen rekenen. En dat helpt. Ja, dat is echt een tip. Oké. Okay. Ik heb er nog een paar dingetjes. Slim rekenen. Ja, dat is een easy one. 2 tot de x is 17, 17 tot de y is 32. Je zou misschien denken aan logaritmes. Jullie zouden dat kunnen, hè. Wat is x? X is de 2 log van 17. Y is de 17 log van 32. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Ik ga gewoon 2 tot de x y berekenen. Eigenschapje van machten gebruiken. Dat is 2 tot de x tot de y. 2 tot de x is 17. 17 tot de y is 32. En ik vind x y is 5. Oefening gedaan. Geen logaritmes nodig. Het gaat ook met logaritmes en mensen, voor alle duidelijkheid. Het gaat, hè. Maar het is veel moeilijker, geloof me. Je hoeft dat niet te doen. Ja, je hebt geen logaritmes nodig. Ja. Oké, okay. Hier eentje van vorig jaar was dit, hè. Het jaartal 2020 is de som van de kwadraten van 4 op 1 volgende priemgetallen. Kijk, priemgetallen zitten ook soms in de opgaves, hè. Merk dat op. 17 kwadraat, 19 kwadraat, 23 kwadraat, 29 kwadraat. De vraag is hoeveel jaar gebeurt dat opnieuw? Dat is eigenlijk niet zo'n moeilijke vraag, maar wat moet je doen? Je moet gewoon de kleinste schrappen en de volgende toevoegen. Dus eigenlijk heb je
2020, waar je die 31 in het kwadraat, dat is het volgende priemgetal, toevoegt. En waar je 17 in het kwadraat van afneemt. En dan moet je dit gaan berekenen. Ja. En dan komt er een gigantische zucht, hè? Want dan moet je dus 31 in het kwadraat doen met 17 in het kwadraat. Jongen, ja, meneer, samen aan je rekentoestel. Ja, maar reken slim. Dit is een merkwaardig product. Dat is 31 min 17 maal 31 plus 17. A kwadraat min B kwadraat is A min B maal A plus B. En 31 min 17, dat heb je meteen, hè? Dat is 14. En 31 plus 17 is 48. Dus het enige dat je moet uitrekenen is 14 maal 48. En dat valt mee, hè? Dat kan je cijferen. Als je dat niet kan, ontbindt het in priemfactoren, by the way. Dat is nog gemakkelijker. 2 tot de 5e maal 3 maal 7, daar gaan we weer. En dan reken je heel snel, hè? 2 tot de 5e is 32, maal 3 is 96. Je moet 7 keer 96 doen. Dat is eigenlijk 800 min 28. 700 min 28. Dus dat is 672. En we zijn er. Snap je? Dus zelfs hier, om het rekenwerk te vereenvoudigen, ontbindt in priemfactoren, het gaat rapper gaan. Vind ik. Allee, ik vind dat toch. Ik doe dat meestal. In plaats dat je daar moet zitten, 14 maal 48 zit cijferen. Schrijf dat gewoon als 2 tot de 5e maal 3 maal 7. Dat gaat nog sneller. Ja? En reken slim, hè. Gebruik uw merkwaardige producten, bijvoorbeeld. Ja, superhandig. Dat zijn er, denk ik, nog twee. Eentje van een paar jaar geleden ook weer. Ja, dat verhaaltje van Matteo en zijn stokjes. Super eenvoudig. Het enige dat je moet doorhebben, dat is dat die n, de som van de eerste n getallen, handige formule mensen, gebruik ik vaak. De som van 1 tot n is n maal n plus 1 gedeeld door 2. Vorig jaar gezien hoor. Als het ging over bewijzen met inductie. Ja. Maar dit is een formule dat je makkelijk kunt onthouden. De som van de eerste n getallen is het laatste maal het daarop volgende gedeeld door 2. N maal n plus 1 gedeeld door 2. Wel, de enige voorwaarde die moet voldaan zijn, als jij weer een vierkantje wil leggen, dan moet die n maal n plus 1 gedeeld door 2 gewoon deelbaar zijn door 4. Hè. Je moet dat kunnen opdelen in 4 gelijke stukken. Zo simpel is het. En er is maar één die voldoet. 15 maal 16 gedeeld door 2. Ja, dat is een getal dat deelbaar is door 4, maar al de rest voldoet niet. Ja, dus eigenlijk gaat zeer snel, dankzij hier, slim rekenen, omdat ik dat formuleke ken. Dat is een handig formuleke. Ja. 14, ook hier weer. Je moet dat maar een keer bekijken op je gemak. Rekenen met wortels. Ja. Eigenlijk moet je dit uitrekenen. Maar kijk, wortel 12, dat is 2 keer wortel 3. Wortel 48, dat is 4 keer wortel 3. Wortel 27 is 3 keer wortel 3. Dus je rekent dat heel snel uit als 2 keer wortel 3. Gewoon een kwadraat en je hebt het, 12. Snap je? Dus je moet proberen, ook als het met vierkantswortels gaat, ga die gaan ontbinden ook weer, hè. Ja, 12 is eigenlijk 4 maal 3, de wortel uit 4 is 2 en we zijn vertrokken. Eigenlijk is dat ook weer ontbinden in priemfactoren. Hè? Ja, dus je maakt dat kleiner op die manier. Dat is superhandig. En dat ongeveer dat was. Nog eentje. Eén tip, en dan stop ik. Als iets waar is voor alle, dan ook voor jouw keuze. Ja, ik geef u het voorbeeld hier van die laatste. Zie dat? Als A gelijk is aan B plus C, waar is dan die uitdrukking gelijk? Ik heb A gelijk aan 3 gesteld, B gelijk aan 2 en C gelijk aan 1. En dan heb ik dat uitgerekend, het resultaat is 0. En dat is de enige die voldoet, al de rest is sowieso fout. Dus als iets waar is voor alle getallen die daar staan, dan is het ook waar voor jouw keuze. Dus dan mag jij daar een keuze insteken en kijken van, dat moet ook kloppen voor mijn keuze. En op die manier kan je heel veel alternatieven schrappen. Ja, dat is een superbelangrijke tip. Dat was het. Was misschien nogal snel, denk ik. Maar goed, misschien ben je er iets mee. We zullen zien. Ik wens je alvast heel veel succes. En morgen, je krijgt alle info via mijn collega. En ja, maak er iets van, hè, zou ik zeggen. Misschien ben je iets met de tips. Dag.